Amsterdamse metrostations worden vrij van reclame voor fossiele producten. Zoals vliegreizen en auto's die rijden op fossiele brandstoffen. Ja, dus geen reclames meer voor weekendjes weg naar Barcelona. Nee. Of de nieuwste benzineauto's van Audi, Honda of Peugeot. We praten erover met Vera Dam van Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nooit eerder nam een stad de beslissing om reclame puur op klimaatgronden te weren. De afspraak over reclames in de metrostations is de eerste stap van de gemeente om reclame in Amsterdam geheel fossielvrij te maken. Vind je dit verrassend? Ja, ik vind het echt heel verrassend. En ik word daar ook wel heel blij van. Dat Amsterdam als hoofdstad eigenlijk hier best een toonaangevende rol in gaat nemen. Ook als inspiratie voor andere steden. Dat ze zeggen van nou ja, wij willen eigenlijk dat soort reclames niet meer laten zien in onze hoofdstad. Ik heb begrepen dat het onder andere om de metrostations gaat. En daarmee zijn ze zich bewust van dat we gewoon een klimaatcrisis hebben op te lossen met elkaar. En dat dit soort reclames ja eigenlijk misleiden. En toch weer consumenten verleiden naar beslissingen. Die waarvan we zeggen, ja, als we nu weer allemaal met z'n allen heel veel gaan vliegen, of toch maar die auto's blijven kopen die op benzine blijven rijden, dat zijn niet de stapjes die we nodig hebben op weg naar het oplossen van de klimaatproblemen. Nee. Is dit een oplossing voor het probleem of is het een goede stap in de, of zeg het, een stap in de goede richting? Het is een signaal naar de industrie toe dat dit soort reclames eigenlijk de oude economie propageren. Terwijl we heel erg op zoek zijn naar oplossingen voor die nieuwe economie. En ze, ja, het is een burgerinitiatief waar het uit vandaan komt. Ze lieten ook wat reclames zien. Waarbij je eigenlijk op het verkeerde been gezet wordt. Hè. Dat was een reclame van een hele grote oliegigant. En bij die reclame communiceerden ze dan met een logo ook van Staatsbosbeheer erbij. Samen planten we bomen. En als je dat ziet, dan denk je, nou, wat een fantastische oliegigant is dit. Want hij is bezig met bomen planten, samen met natuurorganisaties. Terwijl die organisatie gewoon voor 99% zijn handel is gewoon het winnen en verkopen van olie en gas. En dat ene procentje zijn ze dan bezig inderdaad met dit soort projecten. Mm-hmm. Maar als je dat ziet, dan denk je van nou ja, die oliegigant is gewoon hartstikke goed bezig. Dus voorlopig blijf ik daar gewoon tanken. Want die is bezig om het klimaatprobleem op te lossen. Ja, maar Vera, kijk, hierbij begrijp ik, dan neigt dat een beetje naar misleiding wellicht. Maar ja, het is niet verboden om met benzineauto's te rijden. Het is niet verboden om te vliegen. Dan is het toch raar dat je wel die reclames daarvoor verbiedt? Nou, ik vind het een hele verrassende stap. Daar begon ik mee. En ik ben daar ook dan wel heel positief over. Want dan denk ik, nou, blijkbaar wordt toch gezien dat dit soort reclames een bepaald gedrag stimuleert. Waarvan we zeggen, daar willen we eigenlijk minder van dat gedrag zien. En bij roken heb je een beetje hetzelfde gezien. Op een gegeven moment is daar wel echt ook een verbod ingesteld. Omdat we zagen dat de gezondheidsrisico's gewoon heel erg groot waren. Nu kun je bij de klimaatproblemen op een gegeven moment, kan je ook die afweging gaan maken. Als we blijven doorgaan op die oude economie. Mm-hmm. We blijven niet goed stimuleren in die nieuwe economie, die nieuwe oplossingen. Het is de vraag of je echt elk weekendje naar Barcelona wil. Hè, of dat je misschien eigenlijk meer moet gaan inzetten dat het ook met de trein kan. Heeft dat uiteindelijk ook een schade. Een economische schade. Hè? Want uiteindelijk moeten we oplossingen gaan verzinnen dan daarvoor. Je zou het ook wat breder kunnen trekken misschien. Want er zijn fastfoodrestaurants. Die maken reclames voor burgers, hamburgers, kippenpootjes. Dat neigt altijd vaak naar de bio-industrie. Dat zou je misschien ook van af willen. Maar zou dat betekenen dat je daar dan ook geen reclame weer voor moet maken? Want bio-industrie is ook slecht voor het milieu. Nou, wat ik zei, ik vind een hele verrassende. En ik vind het heel knap en ook wel stoer dat Amsterdam hier dus echt een soort leidende positie in heeft genomen. Dat zij hebben gezegd, ja, wij willen dat gewoon eigenlijk niet meer stimuleren op bepaalde plekken. De metrostations onder andere. Steden hebben ook interesse getoond inmiddels. Ik zag Den Haag en Utrecht en Nijmegen. Tegelijkertijd zeggen ze, ja,
Je zou het eigenlijk meer met een soort landelijk verbod dan willen gaan doen. Maar ook vanuit andere landen, Canada, Engeland en Zweden zag ik, zijn er ook inmiddels vragen gesteld via moties in hoeverre dit niet een initiatief is wat verder verkend zou moeten worden, of het niet ook meer navolging verdient. En daarmee ontstaat er een debat uiteindelijk over dit soort reclames, hoe je nu mensen eigenlijk wil verleiden naar bepaald gedrag. En natuurlijk, elk bedrijf kan zijn verleidingstechnieken inzetten en doet dat zo goed mogelijk. Want elk bedrijf wil verdienen. Maar daarom vind ik het wel een heel verrassend signaal. Ja. Dat Amsterdam nu heeft gezegd... Zou je het graag zien bijvoorbeeld in een bushokje in Dronten, dat daar bijvoorbeeld geen autoreclame meer hangt voor een benzineauto? Ik zou heel graag een autoreclame zien voor een elektrische auto op dat moment. Dus je kunt andere dingen op dat moment in de etalage zetten van de nieuwe economie die je wil stimuleren. En dat is denk ik ook een beetje de gedachte achter dit initiatief van de reclames die ontzettend misleidend zijn. Ik noemde er net eentje. Mm-hmm. Daar heel kritisch naar gaan kijken. En zij gaan dus zelfs zover dat ze zeggen, ja, wij willen gewoon een verbod. En Amsterdam gaat dat nu ook echt toepassen. Maar het gaat ook wel heel erg om te zorgen dat bedrijven het goede verhaal gaan vertellen. En dat ze bijvoorbeeld met zo'n reclame van zo'n enorme grote oliegigant, en dan zeggen ze vaak, dan propageren ze ook een beetje als de leider in de energietransitie, terwijl ze dat niet zijn. Ja. Dus op het moment dat ze zeggen van ja, 1% zijn we bezig om te vergroenen, en dat doen we via bomen planten. Dat is een veel eerlijker verhaal al op dat moment. Ja, goed. Nou, het is dus een waarschuwing aan iedereen die zich met dit soort dingen bezighoudt, dat je daar straks misschien geen reclame meer voor mag maken. Vera Dam van Natuur en Milieu Federatie Flevoland. Dankjewel.